smaak is super belangrijk en goede tools om smaak te borgen zijn essentieel voor de sector. Wat we in dit project doen is tools ontwikkelen om non-destructief smaak van tomaten te meten. Het grote voordeel van die non-destructieve metingen is dat je de vrucht nog kunt opeten nadat je hem hebt gemeten. En je kunt bijvoorbeeld ook, terwijl de vrucht aan de plant hangt, al metingen doen aan de vrucht. Zodat je tijdens de groei kunt meten hoe de kwaliteit zich ontwikkelt. En om dat model te bouwen gebruiken we nu de destructieve data en de panels. Hier in het smaaklab worden de tomaten beoordeeld door het sensorisch panel en het consumentenpanel. Het sensorisch panel beoordeelt de tomaten op 15 sensorische attributen, zoals zoetheid, stevigheid, meligheid. En het consumentenpanel proeft de tomaten en geeft aan hoe lekker ze het vinden. Om een representatief smaakmodel te ontwikkelen hebben we hier een brede range van tomaten. Zo kunnen we zowel kleine tomaten als grote tomaten uiteindelijk een voorspelling geven van de liking. De panelleden nemen plaats in de sensorische hoekjes. Hier is geen afleiding van geluid of geur of andere stimuli. Zo kunnen ze de producten rustig beoordelen. De beoordeling vindt plaats op een tablet. Naast de beoordeling van het panel worden de tomaten ook destructief gemeten in het lab. Hier meten we brix, zuur, stevigheid en sap. Met dit onderzoek krijgen telers en veredelaars een goed beeld van de sensorische eigenschappen en de beoordeling van hun producten. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk producten vergelijken en kunnen ze uiteindelijk de producten beter laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de consument. Hier meten we met panels en destructief in het lab, maar waar we naartoe gaan, dat zijn non-destructieve metingen zoals mijn collega's in Wageningen aan het doen zijn. Nou, het houdt eigenlijk in dat we de tomaten meten zonder dat we ze hoeven open te snijden. Voor deze metingen hebben we eerst een selectie van sensoren gemaakt op basis van een literatuurstudie en de sensoren die beschikbaar zijn in de markt. En daarbij hebben we ook gekeken wat onze projectpartners aan sensoren gebruiken. In deze ruimte zijn onderzoekers bezig met de metingen. We hebben hier verschillende sensoren waarmee ze de metingen uitvoeren. Met de FX10 en FX17 maken we een line scan en door een scan te maken kunnen we de hele krat opnemen. Met andere sensoren doen we een puntmeting op de tomaat. En deze sensoren hebben een verschillend meetbereik in het elektromagnetisch spectrum. En daarmee krijgen we een ander stukje informatie over die tomaten. De ene zijn wat handzamer als andere en die kunnen uiteindelijk dus ook in de kansomgeving gebruikt worden. Bij dit project zijn technologiebedrijven, veredelingsbedrijven, maar ook handelshuizen en telers betrokken. De technologiebedrijven die leveren sensoren en die willen hun sensoren doorontwikkelen. De veredelaars die willen graag tools hebben om al vroeg in het veredelingsproces te kunnen filteren op smaak. En handelshuizen en telers willen graag kunnen monitoren in de keten of in de kas hoe de kwaliteit is van hun vruchten. Waar we naartoe willen werken is dat we straks veel makkelijker in een kas of in een supermarkt of op een sorteerlijn de smaak kunnen meten van een vrucht zonder hem te proeven of open te snijden. Met dit onderzoek willen we een basis creëren om zo beter de verschillen te begrijpen tussen consumenten. Ik hoop dat we in de toekomst in de kas non-destructief de smaak van tomaten kunnen voorspellen. En daarmee de teelt kunnen optimaliseren om hele lekkere tomaten te telen.